Henk-Jan Moorlach, bronzen medaille op het wereldkampioenschap voor belofte. Een verrassing? Het is niet echt een verrassing. Ik had er wel op gehoopt eigenlijk. Want ik wist dat ik laatst in goede vorm was. Maar het moet er altijd maar net uitkomen. Dus ik was echt wel gespannen van tevoren. En op zo'n rondje is het natuurlijk altijd... Ja, het is natuurlijk heel... Ja, het heeft niks met Nederlands rondje te maken, zoiets. Dus het is echt een heel technisch rondje. En ik ben heel tevreden mee. En er zat vandaag ook zeker niet meer in. Dus het was alles wat erin zat. Bij de andere kampioenschappen zag je vaak dat de eerste ronde voor sommige renners bepalend was. Hè, vanwege valpartijen en drukte. Hoe ging dat bij jou? Ja, ik had mezelf de opdracht gegeven om echt voorin te zitten met start. En probeerde de race van voren direct te zitten. En dat is gelukt. Ik kwam als vier boven. En toen had ik eigenlijk geen moeite om die precies te houden. En in de downhill hadden we direct al gehad. Ik moest wel lossen direct op de eerste klim een liedje. Een kerstboom, maar ik weet ook niet waarom. Maar die gasten reden echt hard door. En de afdaling zat ik achter Diego de Rosa of zoiets. En ja, die reed niet echt door. Dus er werd direct wel heel groot gat en kreeg ik niet meer dicht. Op een gegeven moment kom je op een positie te rijden dat je in aanmerking komt voor een medaille. Hoe zwaar was dat die laatste anderhalve ronde, zeg maar? Nou, die anderhalve laatste ronde waren minder zwaar dan die daarvoor. Want ja, dan kom je toch in een soort flow van het podium. Alleen de tweede, derde en vierde ronde maakt het echt zwaar, omdat je dan even het verschil moet maken. En toen dat eenmaal al gelukt was, was het gewoon afzien tot de laatste meters. En proberen nog twee uur te worden, maar dat zat er net niet in. Jullie hadden heel goed voorbereid, je hadden een aantal keren getraind hier in Chambéry. Ja. Dat heeft zijn uitwerking niet gemist, hè? Nee, zeker niet. Ik was hier met Michiel nog heen geweest. En Michiel werd volgens mij 11 of 12, dus we hebben allebei goed getraind hier met Oscar Seys via onze ploeg van Rabobank Giant. En dat betaalt zich nu zeker uit, ja. En ik wist elke lijn, dus daar wil ik Rabobank Giant ook weer voor bedanken. Tot slot, het NK-medaille, het EK-medaille en nu ook op de WK-medaille. Dat is toch wel een mooi seizoen, hè? Ja, en we hebben halve Olympische nominatie. Ook nog? Ik heb niks klaar. Dan gaan we tevreden, Henk-Jaap Moorlach, de winter in. Ja, absoluut.